Ik zie ze nooit, dus ik weet niet of er überhaupt gehandhaafd wordt. Ik zie ze eigenlijk nooit. Dus ik heb het idee dat dat ook wel meevalt, dat best beter zou kunnen in de toekomst. Moet ik zeggen, ik woon zelf in het stationswerk, bijna in Oostrum. Heb weinig last van dingen die niet goed zouden gaan of zo. Maar daar is de maatschappelijke controle natuurlijk iets groter. Maar ik zie handhaving nooit, dus ik zou niet weten wat ze doen, precies. Moet ik eerlijk zeggen. Maar u voelt u wel veilig? Ja, ik voel me wel veilig in Venray, ja. Ja, geen probleem. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel, heb ik het idee. Dus ik vind het prima eigenlijk. Ja, meer toezicht is altijd goed natuurlijk. Dat vind ik wel, ja. Meer blauw op straat. Ook zeker om degene die nou al werken een beetje tot lasten. Want iedereen loopt er ook inderdaad op zijn tien, volgens mij. Ik merk de laatste tijd minder blauw op straat. Maar het is niet zo dat ik me hier nou minder veilig doorvoel. Wat dat betreft vind ik het wel rustiger geworden in de straat dan dat het voor een aantal jaren terug was. Maar of dat nou verschil is van een andere manier van aanpak door de politie of door handhaving, weet ik niet. Ja, en in de wijken zelf mag ook wel wat meer gehandhaafd worden. Bij ons in Struidelijk kan kijken wat er fout geparkeerd zit, continu inboxen, noem maar op. Ik denk van ja, als de brandweer doormond hebben we toch een probleem. En er wordt nooit iets aan gedaan en dat vind ik wel triest. Een stukje meer handhaving op dat soort dingen, meuk best. Dat klopt, ja. Voor die regels geldt gewoon voor iedereen, ja. Dan moet het misschien af en toe iets verder lopen, nou auto toe, maar dan hebben ze wel veilig staan in een parkeervak. Die hebben genoeg zien. Nee, we zetten hem recht voor de deur, maar wel midden in de bocht. Ja, raar. Ja. Zover ik dat kan constateren, wat ik net zei van dat fietsen in de schoolstraat, tot daar consumenten last van hebben. Ik denk dat dat wel wat strikter mag en kan. Dus voor jullie, de winkeliers, meer blauw op straat? Ja. Overal wordt natuurlijk geroepen meer blauw en dergelijke op straat. Handhaving, ja, ik vind ze vaak wat onzichtbaar. En ik vind met name, als ik ook hier op in de campweg kijk, waar vaak foutief geparkeerd wordt, dan zouden ze ook weer actiever mogen zien. En ik heb dus de indruk dat ze even de andere kant uit kijken. Dus. Zo zou je inderdaad toch wel wat meer blauw op straat moeten komen? Absoluut. Ja, dat zal denk ik iedere zichzelf respecterende gemeente wel denken en vragen. Ja, dus zo. Ja, weet je, wij liepen hier een keer door de schoolstraat. En toen was de politie met de auto de fietsers aan het controleren. Dan denk ik, doe dat te voet. Of gewoon, dat vind ik dan wel, dat ze een beetje onzichtbaar zijn. Kijk, want met de auto, dan valt iedereen op de stappen af en dan, Handhaven is handhaven en niet half of niet. Meestal gebeurt er niks. De politie die stopt en zegt, meneer, mag je niet fietsen? En dan rijden ze zelf met de auto door en de fietser stapt erop en fietst gewoon verder. Dat vind ik geen handhaven. Niet goed. Dus eigenlijk is handhaving binnen Venray slecht? Heel slecht, ja. Vind ik ook. Als ze regels hebben, dan moeten ze ook zorgen dat die gecontroleerd worden. En anders dan kunnen de regel beter afschaffen. Ja. Ik vind dat ze er strenger op moeten zijn. Maar dat gebeurt niet echt. En met fietsen in het centrum ook niet. Parkeer de fiets zeg maar neerzetten ergens. Dat gebeurt bijna niet. Dat er gehandhaafd wordt. Dat vind ik wel heel jammer. Dan wordt het ook duidelijk van nou, het mag gewoon niet. En doe je het wel, ja, dan zijn de consequenties voor jou. Dus dat vind ik wel een goede optie. En dat is nu niet duidelijk? Nee, dat is gewoon veel te weinig dat ze dat doen. Ja. Slecht. Dat mag best wel beter gehandhaafd worden. Ook in die grote straat met fietsers en alles. En misschien die keer wat van zeker in de grote mond terug. Maar dat mag wel strenger zien, ja, wat dat betreft. Oké. Okay. Ze moeten geen koffie gaan drinken. Ze moeten meer op de weg zijn. En ze moeten gewoon een dagje daar gaan staan. Van mijn part elke dag. Dat moeten ze doen. Maar niet in het wagentje blijven zitten. Dat die honden hier... op de Groene Veld, hier bij de Kersershof, daar de behoefte gaan doen. Nou, daar bedoel ik andere dingen mee, hè, wat jullie ook weten. En dan, je ziet ze op de kant helemaal niet. Dat is ook een steekpunt voor die mensen hier op de Kersershof. En ook eromheen, hè, Venray.
Ja, dat is toch hilarisch, of niet? Ik zag een tijd geleden een stuk of 4, 5 auto's geparkeerd staan van handhaving. Ik denk, wat doen die mensen in godsnaam de hele dag? Prima als je zo'n regels maakt, maar hou je er dan ook aan? Of zorg dat mensen het ook naleven? Dat is mijn idee ervan. Maar nogmaals, ik vind het allemaal niet zo groot. Ik denk dat er grotere zaken zijn om je druk over te maken. Wat zou je zich wel op willen richten dan? Dat we het hier gezellig met elkaar hebben. Dat we met iedereen leuk op kunnen schieten en door een deur kunnen. Dat we iedereen overal bij betrekken. Of althans dat proberen. Dat zou ik fijn vinden. Stroopbrood. 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 Stroopbrood.